dit had ik ook niet van tevoren verwacht en gehoopt. Omdat, ja, wat ik al zeg, Twente is gewoon een grote club. En ja, wij hadden niet verwacht dat we eerst seizoen zelfs onderin zouden gaan spelen. En ja, iedereen had wel verwacht dat we een paar plaatjes hoog zouden staan. FC Twente begint als een van de eerste clubs aan de voorbereiding op dit seizoen. Onder leiding van René Haken en met nieuwkomers als Holla, Boeren en Brondeel. Daarentegen zijn sterkhouders Mokotjo, Klieg, Unal en Celina vertrokken. We begonnen gewoon met een heel nieuw team. We wisten nog niet echt wat voor spelers we erbij zouden krijgen en wie allemaal zou vertrekken. En uiteindelijk is er wel een heleboel geweest die wegging en ook die bij ons kwam. Ja, en dan heb je in de voorbereiding, voel je al een beetje aan dat het echt tijd nodig heeft om weer echt een groep te worden. En ja, dat zag je ook in die eerste wedstrijden, dat het echt zoeken was. En ja, zo'n beetje was dat gevoel hadden we. Ik denk dat FC Twente vorig jaar een goed seizoen heeft gedraaid. Ik denk dat iedereen zich wel bewust ervan was binnen de club dat het gewoon een goed seizoen was ook. En dat het dit jaar misschien wel iets lastiger zou worden. Dus het zat wat lastig om begin van het seizoen al in te schatten waar je nou echt als ploeg staat. En, ja, helemaal op het moment dat ik zelf tekende. Ik geloof dat ik een van de eerste aankopen was. Dus ja, dan is het ook al moeilijk in te schatten wat er nog qua spelers gaat komen. In de weken daarna ziet FC Twente ook Joachim Andersen nog vertrekken. Maar er wordt ook toegeslagen. In de laatste dagen voor het sluiten van de markt komen er zelfs nog 3 nieuwe spelers bij. Het weer is goed. De grasmat is perfect. Bij de seizoenstart wordt FC Twente meteen op de proef gesteld. De ploeg gaat op bezoek in de Kuip bij landskampioen Feyenoord. Iedereen vraagt zich af waar FC Twente staat. Het wordt weliswaar een nipt verlies, maar de ploeg laat een goede indruk achter. Mede door een wonderschone treffer van Frederik Jensen. Jensen, lekker schot en die zit erin. Oh, wat een heerlijk doelpunt. Wat een fantastische treffer is dit. Frederik Jensen. En daar kan ook de debuterende Bijlo niks aan doen. Er wordt dit seizoen wat extra's van hem verwacht. Want vorig seizoen zagen we zijn talent. En nu met alle spelers die vertrokken zijn, zal Jensen zich wat meer kunnen en moeten onderscheiden. Nou dit. Ho, ho, ho. Hoe lekker kan je een bal raken? Weergaloos doelpunt van Jensen. Het brengt hoop voor de eerste thuiswedstrijd tegen promovendus VVV Venlo een week later. Maar in dat duel wordt duidelijk dat FC Twente nog veel stappen heeft te zetten. Dat lijkt toch niet slecht, want het is gewoon 0-2. En het is Promes die je maakt. Keeper zit ernaast. VVV verdubbelt de voorsprong. Na 4 speelrondes is de ploeg nog altijd zonder punten. Het team trekt zich terug in de Lutte voor een mini-trainingskamp. Om zich voor te bereiden op de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat je dan de groepen bij elkaar hebt, een keer langer ook bij elkaar hebt dan alleen maar tot een uur of 4-5 smiddags. Dat je dus ook nog meer tijd hebt om dingen met elkaar te bespreken. En dat om weer goede richting te kiezen, richting de toekomst. En op die manier leren de spelers elkaar ook beter kennen, zowel op het veld, wat het allerbelangrijkste is, maar ook natuurlijk nog buiten het veld, want sommigen die kennen elkaar nog niet zo goed. En of dat mini-trainingskamp zijn vruchten af heeft geworpen of niet, FC Twente pakt in die wedstrijd de eerste punten. En hoe? Dit ziet er veelbelovend uit voor Twente. Kans, goal! Het doelpunt voor Tom Boeren. En dit is precies wat FC Twente nodig heeft. Vrije kopkans, 2-0. Thomas Lam. Jensen. Scheidsrechter Kamphuis loopt in de weg hier voor Van der Streek. En dus Boeren. Slagveer, goal. 3-0. Slagveer. Lekkere bal. Assaidi. Nu de bekroning. Jawel. 4-0. Oussama Assaidi. Het is zijn wedstrijd geworden. En met zijn laatste krachten maakt hij hem, hè, Assaidi. Want hij had last van kramp. Gaat er nu vanaf. Oussama Assaidi. De man die in de eerste seizoenshelft voor heel veel mooie momenten zorgde. Assaidi. Oh, Bertrams.
Ja, voor rust had hij er al problemen mee. En Verbeek lacht. Jens legt hem neer voor Asaidi. Met links. Kan ook, hè? Oh, geweldig! Geweldig! Asaidi. En hij zit erin ook. 0-1. Asaidi. Nu de andere hoek, maar Kiesel hard binnengeschoten. Jensen, slagveer, het wordt Boeren. Nog altijd Boeren. Slagveer. En uithalen maar Asaidi, het is 2-0 voor FC Twente. Asaidi. Asaidi nog altijd. Asaidi, die gaat het proberen. Asaidi! 1-1. Asaidi doet het. Oussama Asaidi glijdt weg, komt toch met een snel schot in de korte hoek. Maar daar ligt Jensen. Maar hier gaat Twente alweer met Asaidi en Boeren. Bijna is het 4-0. 3 tegen 3. Asaidi en goal, slagveer. Buitenspel. Lekkere bal, Asaidi. Nu de bekroning, jawel, 4-0, Oussama Asaidi. Het is zijn wedstrijd geworden. Die eclatante overwinning blijkt nog niet de ommekeer. In de wedstrijden daarna zijn er wisselende resultaten. De derby tegen Heracles wordt thuis wel gewonnen. Holla over die muur en in het doel. Danny Holla zet Twente op voorsprong met een prachtige vrije trap. Hij kon uiteindelijk op de bank zitten. Hij kon invallen en hij kan scoren. Wat een heerlijke trap. Castro krijgt zijn hand er wel achter, maar de bal niet uit het doel. Maar daartegenover staan verliespartijen tegen FC Groningen en Willem II. Vooral in Tilburg valt FC Twente ver terug. Tsimikas, Sol voor het doel. En goal! 3-1 voor Willem II en weer scoort Frans Sol. Het is over en uit, zo geeft hij aan. Eindelijk wint Willem II weer eens een thuiswedstrijd. En voor het eerst in bijna 20 jaar verslaat het FC Twente hier in Tilburg. Het blijkt voor de clubleiding reden om maatregelen te nemen. René Haken wordt uit zijn functie als hoofdtrainer gezet. We hebben hier heel veel en uitgebreid met elkaar over gesproken. En op een gegeven moment zeg je, ja, nou moeten we de beslissing nemen. Zondag was natuurlijk een hele slechte wedstrijd van onze kant. Dus daarna dan gaat het wel wat sneller. Hoe kijk je daar nu op terug, nu we iets verder zijn? Nog steeds wel een beetje als toen dat het wel spijtig is dat het is gebeurd. En dat wij als spelersgroep ons toch wel verantwoordelijk daarvoor voelen. Omdat het is altijd lastig als het niet loopt in het team, dat een trainer daar vaak de dupe van wordt. En ja, zo voelden wij dat ook. Ja, het is gewoon als club moet je op een gegeven moment een beslissing maken. Als je dan zoveel wedstrijden verliest, dan is het niet echt belangrijk of dat door de trainer komt of niet. Maar je moet gewoon weer een nieuwe impuls geven. En dat hebben ze gedaan om een andere trainer in te stellen. En het was gewoon noodzakelijk. Het moment was natuurlijk ook voor de directie niet echt mooi om dat te doen, maar het was wel noodzakelijk. Uiteindelijk begin je een seizoen met bepaalde ideeën, met een bepaalde trainer. En ja, als dat op een gegeven moment, als de wegen gaan scheiden, ja, dan ga je toch weer een ander parcours in met een andere trainer. En daar moet ook weer iedereen aan wennen, dus ja, natuurlijk heeft dat altijd wel invloed. De club schakelt snel. We zijn uiteraard heel blij en ook trots dat we vandaag Gert-Jan Verbeek kunnen presenteren als nieuwe hoofdtrainer en technisch manager van FC Twente. Op het moment dat je opgroeit aan de Spartastraat op het Hoge Land, 500 meter van het stadion verwijderd, dan heb je een emotionele binding met die club. En op het moment dat jij in de voetballerij terechtkomt en je wordt op een gegeven moment ook trainer, dan zou het, dat heb ik ook altijd uitgesproken, mooi zijn om ooit een keer FC Twente te trainen. Dat is altijd lastig ook voor een trainer die moet instappen. Eigenlijk, die stapt ergens in waar het niet goed loopt. En dan moet hij uiteindelijk ook nog zijn eigen visie overbrengen. Ja, dat kan ook niet binnen een week, want je hebt geen voorbereiding van 6 weken met allemaal oefenwedstrijden. Het zijn gelijk potjes allemaal waar het om loopt, om draait. Dus ja, voor een trainer om in te stappen is dat natuurlijk ook heel moeilijk. Je weet natuurlijk dat hij heel veel ervaring heeft. En dat had je ook van dag 1 had je dat door. Dat hij heel rustig bleef en gewoon ook vertrouwen weer teruggaf. En gewoon
Daar hadden we ook die eerste wedstrijd tegen PSV. Ging het gewoon meteen prima, een leuke wedstrijd. Jammer dat we dit nog verliezen, maar dat was echt weer een stap vooruit. En ja, hij bleef heel rustig. Ook na nederlaag bleef hij gewoon rustig. En heeft ons gewoon dingen gewoon laten zien die we verkeerd doen. Die we beter moeten doen. En ja, daar zijn we nu heel erg mee bezig. De eerste wedstrijd onder zijn leiding wordt een ware spektakelstuk in Eindhoven. Geen goede trap. En dus de kans voor Locadia. En raak! Daar is het doelpunt voor PSV. Daar is het doelpunt voor Jurgen Locadia. Lam en Tesker zijn mee naar voren. Dat zijn goede koppers. En daar is de gelijkmaker van Stefan Tesker. En dan staat het gelijk na 20 minuten. Schwab bij de eerste paal. Daar gaat de bal aan voorbij. Het is bijna raak. Weer van Ginkel. En Brondeel met de vingertoppen en wat hulp van de paal. Snel gegooid door Locadia. Hier komt de kans aan. Bergwijn gaat neer. Penalty. Maar was die ingooi niet voor Twente? PSV krijgt een strafschop. Van Ginkel. Het is raak. En PSV staat met 2-1 voor. Jensen. Sterk aan de bal hier. Nu kans voor Lam. En dat is geweldig raakgeschoten. 2-2. Via Thomas Lam. Dat is een volle uithaal. Hoekschop Pereiro. Daar is hij. Luc de Jong. Dan toch. Boeren. In de drukte. Schot van Jensen. 3-3. Wat een wedstrijd is dit. Uitstand. Kegelt hij hem achter Zoet. Twente krijgt niet heel veel kansen. Maar is onvoorstelbaar effectief. 4 minuten erbij. Locadia. En een eigen goal. Een eigen goal. Van Tesker. Die het gras wel op kan eten. Wel 4 tegentreffers dus. En als FC Twente ook in de wedstrijd daarna tegen Heerenveen 4 tegengoals te verwerken krijgt, besluit Verbeek in te grijpen. Extra accenten op de verdediging. Nou ja, met 5 man achterin? Het is maar net hoe AZ dat er tegenover zet. Je kunt Cuevas ook als linker spits zien. Je kunt Aissaidi als extra middenvelder zien. Het is maar net hoe we dat invullen. En het is wel zo dat ik gekozen heb om Jos eraan toe te voegen. Omdat Jos op dit moment een van de weinigen is die veel organiseert en communiceert. Nou ja, dat hebben we wel nodig. Hè. Een routinier die in ieder geval de mensen op hun plek probeert te zetten. En kijken hoe dat vandaag uitpakt. Elke trainer heeft zijn eigen visie. En die kijkt wat je met een team aan kan met bepaalde spelers. En, ja, zoals je nu ziet, hoe het nu loopt, gaat het wel steeds beter. Dus wat dat betreft snap ik het zeker. En ja, hier moeten we op verder bouwen. Als je zoveel goals tegen krijgt, we kregen best wel veel goals tegen. Dus dan moesten we eerst die boel dicht houden. En dat doen we de laatste wedstrijden wel aardig. Alleen komt het dan een beetje tekort aan. We komen een beetje tekort met de bal. Maar dat is op dit moment wat ik zei. Dus dat is niet zo belangrijk wat we met de bal doen. Maar vooral moeten we eerst zorgen dat we goed verdedigen. En van daaruit gewoon onze kansen krijgen. En die krijgen eigenlijk altijd in elke wedstrijd. Ja, in de laatste wedstrijden pakte dat goed uit. Gert-Jan Verbeek terug in het stadion. Waar hij natuurlijk een aantal jaren de baas was van AZ. De beker won in 2013. Aan de wandel. Zo, langs 3 man. Dan de vrijwillige valpartij. Of werd die wel degelijk geraakt? Dat laatste hoor, dat van de Kerkhof. En bij Twente zijn er nauwelijks protesten. Althans, niet bij de daders. En dus gaat de bal op de stip. AZ al een dik uur lang de bovenliggende partij. Ja, Hambachs met de penalty en raak. En dus AZ nu ook op voorsprong. Al komt de ploeg van Van der Brom wel wat goedkoop aan deze 1-0. Voorlopig is het AZ dat de bal heeft. En Van Overheem gaat er 2-0 van maken. En weer is de assist van Ja, Hambachs. Corner van Jensen. Bizot twijfelt en daar zijn die aardige minuten aanstaande. Maar nee, Van de Kerkhof maakt zich nu erg impopulair in Twente door dit doelpunt af te keuren. Hij heeft een duwfout geconstateerd. Ik zie het eerlijk gezegd niet. En daar op de paal
Zit de Twente ook niet mee. Het levert tegen AZ nog geen punten op. Het eerste punt onder Verbeek wordt gehaald als Ajax begin december op bezoek komt. Een eerbetoon aan Dick Wessels. Vorige week dinsdag overleden. Geldschieter was hij. Van de eerste orde hier in Enschede bij FC Twente. Belangrijke sponsor. Met name in de tijd dat het Twente niet voor de wind ging. Hier gaat Weber, die andere Oostenrijker. Maximilian Weber. Tackle veel te hard. En een gele kaart voor Tesker. Lasse Schöne. Met zijn rechter. De verre hoek en raak. 0-1. Hij hoeft niet hard. Kluivert. Zo, die wordt ook stevig geraakt, zeg hier. En wat is daar de straf dan voor? Geel voor Hooiveld. Lasse Schöne nu de andere hoek. En 0-2. Ja, dat helpt als je een specialist in de ploeg hebt. Inmiddels de hoekschop en die vliegt erin. Doelpunt voor Twente. Via Stefan Tesker. En dan is het dus meteen weer de wedstrijd. Holla. Ter Avest. Slingert hem voor. Daar is Boeren. Boeren met de licht. Tesker. Oh! Is het zijn avond? 2-2. En wat een geweldige uithaal. Twente heeft veerkracht. Twente heeft Stefan Tesker. Neres. Kluivert kan. Justin Kluivert. Oh, over Brondeel in. Hij zit erin. Het staat 3-2 voor Ajax. Lindon met de vrije trap. En dan gaat hij voor Twente. 3-3. 3-3. En Boeren heeft zijn goal. Niet te geloven, zegt Keizer. Het is inderdaad niet te geloven wat we vanavond te zien krijgen in Enschede. Van 2-0 naar 2-2. Van 2-3 naar 3-3. Hoe lang mag Ajax nog door? Ziyech. Combinatie is aardig. Ziyech heeft daar nog een doelpunt op zijn schoen. En waar iedereen het laatste fluitsignaal verwacht van de scheidsrechter, komt er nog een hoekschop. Schöne. Nog altijd fluit Higler niet af. Lasse Schöne. Hier komt de kans voor De Jong. En dan gooit Hooiveld zich ervoor en is het afgelopen. Ajax thuis blijkt FC Twente deze eerste seizoenshelft sowieso goed te liggen. Want ondertussen is de ploeg in het bekertoernooi heel wat voortvarender van start gegaan. Na winst tegen ONS Sneek en FC Eindhoven wacht in de derde ronde opnieuw Ajax. Hij heeft de ruimte, zou het kunnen proberen en hij doet dat schitterend. Het is een prachtig doelpunt van Justin Kluivert. Felle sliding. Twente heeft daardoor de bal weer. Asaidi. Asaidi nog altijd. Asaidi. Die gaat het proberen. Asaidi. 1-1. Asaidi doet het. We gaan de strafschoppen nemen. De Ligt. En drommel. Twente naar de kwartfinale. Het is toch een prijs. Ik denk dat elke speler wel de bekerfinale een keer heeft gezien. En als je dan de sfeer in het stadion ziet en ja, de supporters die allemaal meekomen. Ja, ik denk dat iedereen hier wil spelen. En het is, wat ik net al zeg, het is gewoon een prijs. Dus ja, tuurlijk wil je daar vol voor gaan. Voor ons is dat gewoon een toernooi waar je het hele seizoen weer goed kunt maken, zeg maar. Ook voor het publiek is het gewoon nu in de competitie ja, ook niet echt leuk. Omdat ze weten, oké, we gaan echt alleen maar om punten binnen te halen. Maakt niet uit hoe. Maar de bekertoernooi is toch weer ook voor het publiek dat het echt iets leuks is. Waar je echt ver kan komen en waar je ook weer gewoon ja, een beetje aandacht voor krijgt. Als club ook. En ja, dat voelen we spelers ook.
Een mooie opsteker voor de ploeg die in de week ervoor ook nog een belangrijke overwinning boekt in de competitie. Tegen een directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Asaidi, Bertrams. Ja, voor rust had hij er al problemen mee. En Verbeek lacht. De glimlach van de trainer die ziet dat het is meezit. Ja, niet geschoten is altijd mis. Dat is een goede schietkans en die zit erin. Ambros schiet, maar gaat nog via wat benen. Lam. Cuevas. Jens. Legt hem neer voor Asaidi. Met links. Kan ook, hè? Oh, geweldig! Geweldig! En komt hij dan op de hand van iemand van Twente? Bertrams komt uit doel. Is hij te laat? Ja, is te laat. Och, jongen toch. Och, ook dat nog. Bertrams. Twente viert feest. Die uitwedstrijd tegen NAC, dat het echt tot nu toe het belangrijkste wedstrijd was. De belangrijkste wedstrijd. En ja, als je die dan nog over de streep sleept en 3 punten uit bij NAC tegen een directe concurrent, dat was volgens mij voor de groep ook gewoon het hoogtepunt. Vergeleken met het bekerspektakelstuk tegen Ajax leveren de laatste 2 speelrondes niet veel spektakel, maar wel nog 2 punten op. Na een gelijkspel thuis tegen Vitesse speelt FC Twente op de laatste wedstrijd van 2017 gelijk. En daarmee eindigt de ploeg net onder de streep. Dan is het voor ons een pluspunt dat we eens een keer weinig kans hebben weggegeven, dat we op de nul hebben gespeeld en dat we die 4 wedstrijden ongeslagen zijn. En dan ziet het er naar uit dat we toch wat aan de betere hand zijn. En dan koesteren wij dat punt. En ik kan ook alleen maar zeggen dat ik toch wel met een redelijk goed gevoel op vakantie ga. Je moet altijd positief blijven. En het is ook niet zo dat we heel veel wedstrijden heel kansloos hebben verloren. En er zijn gewoon veel ploegen die dicht bij elkaar liggen. En wij moeten zorgen dat we zo snel mogelijk van onder vandaan komen.